generaals en kolonels zometeen het slagveld gaat betreden. Risico's kan je niet helemaal uitsluiten, hè? Nee, laten we zeggen, onze hobby is, we gebruiken toch echte wapens. En wij zijn ervan bewust, risico nul bestaat niet. Dat bestaat nergens. Men kan ook van de fiets vallen, ook aan de trap vallen. Hier het wel spectaculairder, maar wij zijn er wel degen van bewust dat er altijd risico's zijn. Er worden dit weekend honderden kilo's kruid verschoten, dat kan ik wel vertellen. Kan u daar iets meer over zeggen? Ja, dat was vorige week in Frankrijk, in het kasteel van Motteux, waar we deelnamen aan een voorstelling. In het Frans is een term son lumière, dat wil in feite zeggen. Dat is een lichtshow, s'avonds geprojecteerd met acteurs. En daar met de elektronische ontsteking is daar elektromagnetische straling door alle toestellen rond opgekomen. En die is vroegtijdig afgegaan. En ik stond ernaast. Ja, dat is te zien. U ziet er prachtig gekleurd uit. Dat is een week geleden, dus u bent nu alweer volop in actie in Almelo. Hoe kan dat zo snel? 4 dagen daarna stond ik hier. Nou, dat is wel liefde voor het vak, wil ik zeggen. Het vak, ja. En wat is uw rol in Almelo? Algemene coördinator van de deelnemende groepen. Juist. En, ik heb alle contacten gelegd, alle plannen getekend en voor de zorg dat die mensen hier op hun degelijke plaats kwamen. En volgens mij is dat behoorlijk goed gelukt. Dat is volgens mij ook goed gelukt, ja, dat denk ik ook. Ja, want ik heb al meerdere mensen gesproken die erg tevreden zijn, dus daar mag u op uw konto schrijven. Dat is mijn 4e editie waar ik aan meewerk. Het zal nog wel een paar edities bijkomen. Als u het goed weet te houden, dan komt dat vast goed. Succes verder. En bent u vanmiddag ook bij de veldslag? Ja, daar ben ik ook bij. En op veilige afstand? Veilige afstand? Ja, zo veilig als het maar kan zijn. Dan zie je toch dat het valse opgericht is.